Eind 44. Het zuiden van Nederland is bevrijd. Het gebied boven de grote rivieren wacht nog een vreselijke winter. In het westen heerst hongersnood. Als het voorjaar komt, staan de mensen niet alleen in de rij voor hun rantsoen, maar ook voor de resten uit de gamellen. Velen zijn er die geen gamellen kunnen bemachtigen. Meer dan 20.000 mensen sterven als gevolg van honger en uitputting. Geen wonder dat mensen uit alle macht proberen hun kinderen naar gebieden te krijgen waar wel eten is. Mannen, mannen. Kijk, altijd weer met enthousiasme. Ja, schitterend. Hè? Leuk, heel leuk. In dit huis in de Moddermanlaan in Groningen werden in de hongerwinter 13 baby's uit Amsterdam opgevangen. Dit was het babyhuis. Ja, baby. Na de oorlog hebben we dat prinses Margriet gedoopt. Nou, brood en mager. Magere beentjes, magere armpjes, je ribben zie je. In verhouding eigenlijk een vrij groot hoofd. En het nare was dat ze bewogen niet als ze 's nachts in bed lagen. Dan bleven ze liggen zoals ze erin gekomen waren. Heel teer, helemaal geen kracht. Dit zijn brieven van uw ouders. En deze was van 5 maart 1945. Niet alleen het fotoalbum is bewaard gebleven. Ook brieven van de ouders aan de verzorgsters in Groningen. Via die brieven vind ik 2 baby's van toen terug. Nel Bolt en haar neef Giel de Bast. Wat vinden we leuk dat hij in een uurtijd 2 tandjes doorkreeg. Is altijd een wonderkind. Als ik me niet vergis, dan heeft hij nu 3 tandjes. Hongerkinderen werden ze genoemd. Hoeveel het er precies waren is niet bekend. Maar geschat wordt dat kerken, bedrijven en particulieren zeker 50.000 kinderen evacueerden. Maandenlang woonden ze in tehuizen of bij gezinnen in gebieden waar nog wel te eten was. Wij missen Gieltje en Jo wel. Heel erg, doch wij zijn dankbaar dat ze op deze manier weg zijn gegaan. Daar er hier zoveel ouders hun kinderen op een andere wijze weg hebben moeten brengen. Van de honger en al hadden wij de kinderen in het leven mogen behouden, dan waren het waarschijnlijk voor hun gehele leven zwakkelingetjes geweest. In Groningen was geen honger, maar wel gebrek aan van alles. En het babyhuis was clandestien. Daardoor hadden de dames niet genoeg distributiebonnen om eten te kopen voor de kinderen. Dus we kletsten met de mensen van de melkfabriek. Nou, toen kregen we zoveel melk als we wilden. En met andere dingen die we nodig hadden, die haalden we van het platteland af. Of het werd hier bezorgd, omdat we allemaal relaties op het platteland hadden. Dus verse groenten en bonen en erwten en al die dingen meer. En de financiën, die werden dan, geloof ik, door het Rode Weeshuis gedaan in de tijd. Daar kreeg u geld van? Ja. Die wat betaald moest worden, wij hadden natuurlijk geen cent. Ja, leuk. Je moest met die kinderen hier, maar als met die kinderen in bed liggen, lekker warm en lekker gezellig. Een beetje knuffelen en doen en zo. Ons andere zoon van 5 jaar kunnen we niet wegkrijgen. Om reden dat hij 's nachts nog in zijn bed plast. Die moet hoofdzakelijk leven op 2 boterhammen en een half liter eten uit de keuken. En daarbij is het eten bij ons in de Spaardammerbuurt zeer slecht. Van dat beetje eten gooit hij nog een groot gedeelte aan stukjes suikerbiet weg. Dat kan het kind niet eten. Nu, daar het reeds donker begint te worden, moet ik nu eindigen met een paar flinke kussen van ons allen. En nogmaals, hartelijke dank die u aan het welzijn van onze kleine schat medewerkt. Ja, dat was natuurlijk het leukste. Dat die mensen weer dol en dol gelukkig waren dat hun kinderen thuis kwamen.